Afloop van de wedstrijd, alweer bij DTV Tempo, praten we even met de winnende coach, Edwin Bouwman. Edwin, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Dus het was een wedstrijd waar wel alles in zat, hè? Ja, ik denk dat het een prachtige, zeker voor de neutrale toeschouwer, een prachtige wedstrijd was. Twee behoorlijk hoorbare toeschouwerscharen. En het was een volle bak hier. Spelers volgens mij die tegen de rand aanspeelden, maar er niet echt overheen gingen. Dus wat dat er gaat, een hele sportieve, goede wedstrijd. En ja, ik denk dat wij net iets gelukkiger in de afronding waren dan de thuiswedstrijd. We hebben iets meer druk proberen te geven. Ja, het kon alle kanten op. Want dat gaat, moet ik ook weer de credits geven aan Tempo. Als in de eerste wedstrijd komen ze gewoon, ze rechten de rug, ze komen weer rustig terug. Ja. En dit keer kwamen wij weer terug en konden wij hier en daar met wat omzettingen konden we het heft in eigen hand houden. En dat is natuurlijk fijn. Dus ik ben als coach natuurlijk blij dat we hebben gewonnen. Ik weet alleen wel dat er aankomende dinsdag weer behoorlijk wat aan de weg getimmerd moet gaan worden. Want het zal niet eenvoudig zijn. Nee, maar het was in Limassol natuurlijk toch wel een beetje een vertekend beeld. Als Tempo met 28-18 wint. Dan, je blijft nu dichter bij elkaar. Dan is mijn eerste vraag, heb je wat veranderd? Nee, we hebben de spelers eigenlijk een spiegeltje voorgehouden. We hebben laten kijken naar de video, naar de momenten die er zeg maar uitsprongen. Die hebben we vergeleken met de momenten eerder in het seizoen. Waarin we bepaalde opdrachten wel uitvoerden. En waarin dat in onze ogen succesvoller was. We hebben gezegd van ja, als je ziet dat je Tempo is een ploeg met zoveel kwaliteit. Als je daar niet geheel aan je opdracht houdt, dan kan je afgeschoten worden. En wij hebben zeker in de fase dat Tempo uitliep, hebben we eigenlijk verzuimd om een aantal goede kansen niet te scoren. Waardoor je eigenlijk Tempo de regie geeft. En dat is, daar is Tempo te goed voor om de regie in handen te krijgen. Dat kunnen wij niet hebben. Edwin ligt geblesseerd. Ik garandeer dat hij de dinsdag wel weer bij is. Die doet er echt 300% alles aan om daarbij te zijn. Maar ik hoef jullie niet wijzer te maken dan je zijn, want jullie volgen dat ook. Ja, maar ik hoop dat Edwin er gewoon bij is. Ik bedoel, ik zou absoluut niet willen winnen van een Tempo zonder Edwin. Ik wil gewoon het hele team compleet hebben en laat de beste op dat moment gewoon winnen. Of in ieder geval degene die dan de beste wedstrijd speelt. Ja. Zo hoort het in sport. Ja. Dus ik hoop dat hij snel terug is. Dus ik weet ook niet precies wat er gebeurde. Ik zag het niet precies gebeuren, maar ja. Vervelend. Ja. Mocht het nou van beide kanten, dat kan ik tegen Tempo ook zeggen, niet lukken. Toch een prestatie dat je dit gehaald hebt? ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit was ons doel. Ons doel was in ieder geval ook gewoon die kruisfinale spelen en winnend afsluiten. Zou het niet lukken, dan vind ik toch dat je trots moet zijn op hetgeen wat je behaald hebt. Want er zijn meerdere teams, ondanks dat het bij ons in de pool leek dat wij maar met z'n drieën waren. Waren ook ploegen als Roda, SCO, Oost-Arnhem gewoon prima ploegen. Die met een beetje geluk in de beginfase. Nieuwekerk? Ja. Nou ja, Nieuwekerk was dan bij Tempo. Bij Tempo in de pool, volgens mij was het iets breder en iets langer duurde het voordat er echt afstand genomen wordt. Want je zag dat Tempo zich nog kon veroorloven om de laatste paar wedstrijden wat punten te laten liggen. Ja. En volgens mij was het Groen-Geel als kandidaat nummer 2. Die in het begin vaak een beetje wat minder goed resultaat zet. En die redden het ook nog. Dus daar had je in ieder geval nog wel de marge om zeg maar ondanks verliespunten nog bij de top 2 te horen. En bij ons was het eigenlijk samen met Dalto en KV Wageningen was het heel lastig. We konden ons eigenlijk geen puntverlies permitteren. Maar ik denk dat het niet belangrijk is om te kijken welke pool het sterkste was. Het is belangrijk hoe je dit soort wedstrijden ingaat. En wij hebben nu al iets meer laten zien van het plan wat we wilden spelen. Maar ook ik ben ervan overtuigd dat wij nog een stapje beter kunnen. En dat gaan we dit eens laten zien. Ik had het over Nieuwekerk bij Tempo, maar bij jullie had ik natuurlijk Dalto kunnen zeggen. Die op een gegeven moment om de derde plek streut. Ja, tot één wedstrijd voor het einde stonden wij gewoon op de eerste plaats. En de laatste wedstrijd had je op nummer 3 kunnen eindigen. Ja. Omdat Dalto gewoon ook heel stabiel bleef. Ja. Ook een goede ploeg. Wij speelden toevallig die wedstrijd een hele goede wedstrijd. En ja, het had ook andersom gekund. Dus wat dat er gaat, het is een mooi systeem. Je hebt in basketbal bijvoorbeeld een play-offs tussen 1 en 8. Bij wijze van spreken en 2 en 7. En bij ijshockey gebeurt dat ook. Dit is een keuze en ik vind het prima. Maar er zijn genoeg kandidaten die ook goede wedstrijden kunnen spelen. Dus wat dat er gaat. Wij zijn blij met Tempo. We hebben het gevoel dat wij, als wij goed spelen, van Tempo kunnen winnen. En dat moeten we nu laten zien. Bijna laatste vraag. Hebben jullie ook nog last gehad van dat verschuiven? Dat je twee wedstrijden tegen dezelfde ploeg speelde? Van die ene inhaalwedstrijd die verschoven was? Nee, ik moest wel een beetje lachen toen ik het schema zag. Want je zag, je begon volgens mij met ronde 14 en dan kwam ronde 1, 2, 3, ronde 6. Ja, oké, what's in a name, dat heeft voor ons niet zo heel erg veel uitgemaakt. Wat ik wel nog steeds vind, is ik vind het vreemd in deze opzet. Dat de nummer 2 eigenlijk niet de eerste wedstrijd thuis speelt. Maar juist de nummer 1 de eerste wedstrijd thuis speelt. Want je zou eigenlijk willen dat Tempo gewoon eerst bij ons begon. En dan in de tweede en de derde wedstrijd thuis zou spelen. Dan zou je de tweede of de derde wedstrijd nummer 1 kunnen afmaken. Dus dat zou ik in de toekomst wel mooi vinden in een soort play-off systeem. Dat je als nummer 2 gewoon thuis begint en dat dan de nummer 1
het thuis kan afmaken. Ik wens je dinsdag veel succes. Ja, bedankt. En ik hoop, laten we dat allereerst vooropstellen. Met weer veel publiek. Dat is nu natuurlijk al gewoon een doordeweekse avond. Maar ik hoop dat die Limes alweer geel-rood gevuld is. Ja, volgens mij zijn de trainingen al afgelast van alle jeugdteams. Dus er komen een aantal bussen die kant op. Dus ik hoop dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Ja, oké. Laat de beste mogen winnen. Edwin, bedankt. Ja, bedankt.